10 mensen op avontuur in Australië. Of liever gezegd, 9 mensen en de mol. Vorige week was de opdracht om 24 uur te overleven op een onbewoond eiland. Eerst even doorsteken. Dus komt hij er nooit in. De tentstok en haringen bleken verdwenen. Zo, hij zit erin. Nou, het hoogwater. Dit tot groot ongenoegen van John en Warner. Zelfs de hengel die John had gemaakt verdween gedurende de nacht. Een streek van de mol, beweren sommigen. Petra en Robin moesten raden welk vlees de anderen aten. Het vlees dat ze 's middags zelf nog gegeten hadden. Ik wil het nu weten, jongens. Maar smaken verschillen. Het is vrij flauw. Of waren John's en Deborah's omschrijvingen bewust niet goed genoeg? De opdracht ging pas echt verloren toen Wilmy en Arnoud weigerden vlees te eten. Jongens, dit is niet gelukt. Ja, prima. Bij het bungee jumpen wilde Wilmy niet springen. Ook Deborah weigerde eerst de opdracht. Ze sprongen toch? Was dat de druk van de groep? Of was het angst om een masker te worden? John had de meeste vragen fout in de computertest. Ik heb nu 2 verschillende mollen ingevuld bij 2 executies. Dus dan heb ik het gewoon 1 keer zeker fout gehad. De computer bepaalt geheel onafhankelijk wie het minste weet over de mol. John. Dit keer was dat John. En die moest dus naar huis. Hij was niet de mol. En toen waren er nog 7. Ja. Dat je het niet verwacht. Het was zo'n zware dag. Maar het is een zware dag. 1 van jullie mag gaan slapen. Wie? En de andere 6 heb ik nog nodig. Oh ja. Nu. Nu. Beslis maar even wie er mag gaan slapen. Ik zie jullie zo. Tot zo. Wie het kost? Ja, we hebben 7. Ik breek er eentje. Eentje breken. En dan die pak is het haasje. Heb je ze al? Oh, je hebt ze al. Ja, wie weet, slapen toch veel fijner, hoor. 3, 7, hè? 7, ja. Je hebt er 1 gebroken, Marco? Ja, begin de kost. Dat maakt het niet uit. Jij mag mee. Ja, de trombie aan het kortste van het langste. Wie het kortste pakt, die gaat slapen. De kostenpak die gaat slapen. Dat is echt niet gemak, hè? Ik ga door. Shit. Het maakt niet uit. Jij mag slapen. Dan blijft het. Slapen! Slapen! Wie gaat in het bed? Slapen! Kinderbedtijd. Je bent een jongen, je bent een jongste. Je moet slapen, liever. Nee, ik pak mijn tas wel, jongens. Nee, je mag blijven. Je mag. Slaap, niet slapen. Ik denk dat je microfoontje ook nog af moet straks. Slaap met 2 voetjes. Hé jongens, mazzel. Hey, slaap, hè? Ja, rustig. We gaan je morgen alles wat, Petra. Wel geld winnen, hè? Anders doen jullie wat.